Dames en heren, het Rijksvastgoedbedrijf beheert 89.000 hectare aan grond. Dat is zo'n beetje 4 keer de ruimte van Amsterdam. We hebben 12 miljoen BVO. Dat is zo'n beetje 180.000 aan voetbalvelden. Dat is toch fantastisch. Daarmee kunnen we ook veel doen en dat moeten we samen met u doen. Daarom ben ik ook blij dat ik namens de staatssecretaris het woord tot u op de Provada mag richten. De staatssecretaris die begon in 2017 en die zei, kijk, ik wil rentmeester zijn van het vastgoed. Dus het gaat me om economisch rendement, maar ook om maatschappelijk rendement. Want rentmeester zijn is een hele belangrijke taak ook in zijn ogen. We zijn toen samen het regionaal ontwikkelprogramma gestart. Met heel veel partijen hebben we 8 projecten uitgekozen om in het land uit te proberen. Van wat kunnen we nou eigenlijk met dat vastgoed? En dat heeft ons een aantal lessen opgeleverd. De eerste les is, massa maken helpt. Want als je heel veel vastgoed weet te koppelen, kun je ook meer doen voor allerlei maatschappelijke doelen. Misschien een heel mooi voorbeeld in Den Haag, waar ik nu sta, het Energierijk Den Haag. Inmiddels zijn er 30 overheidspanden aan elkaar gekoppeld en weten we energie te besparen voor pak een beet 80.000 huishoudens. Dat is natuurlijk echt een fantastische opgave en resultaat geweest. En dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan, samen met marktpartijen, samen met mede-overheden. En nou ja, conclusie, massa werkt. Het tweede is, je moet het in coalities doen, want anders werkt het niet. Ander mooi voorbeeld, Moreelse Tuinen in Utrecht. Daar zijn we met ProRail, met een vastgoedpartij, met een pensioenfonds, met de gemeente Utrecht bezig om dat gebied rondom het spoor, om daar iets moois van te maken. En dat gaat waarschijnlijk een wijk worden die echt duurzaam is, waar je goed kunt wonen, waar je goed kunt verblijven, waar je goed kunt werken. Als we dat niet in een coalitie hadden gedaan, waren we nooit zo ver gekomen. Dus tweede les is, coalities maken, want die werken. En het derde is, misschien wel een gevoelig puntje, tempo maken. Want kijk eens naar de grote opgave van deze tijd. Het is zo belangrijk dat we tempo maken. Nou, dat hebben we gedaan bijvoorbeeld met het EMA-pand, de European Medicine Agency. Hebben we ook gedaan met een vastgoedpartij. En u zult het misschien niet geloven, maar dat pand dat hebben we in 1,5 jaar tijd ontwikkeld en in 1,5 jaar tijd neergezet. Wie had dat nu gedacht dat dat zou kunnen in vastgoedland? En eigenlijk is dit een les. Ja, het kan, maar dan moet je het echt heel goed samen afspreken. Goede afspraken van tevoren maken en dan kan het. En dat is dus een heel belangrijk resultaat. Dus 1. Massa maken, coalities. En zorgen dat je tempo maakt. Dat zijn de lessen die de staatssecretaris uit het regionaal ontwikkelprogramma heeft gehaald. En eigenlijk zijn we nu toe aan de volgende stap. We werken al heel nauw samen met Rijkswaterstaat. We gaan dat ook weer met Staatsbosbeheer doen. Dan gaan we vastgoed koppelen. En we gaan ervan uit dat dan de grote maatschappelijke opgaven, woningbouw, innovatieve landbouw, energietransitie, op dit moment as we speak, huisvesting van statushouders, dat we dan met z'n allen, schouders eronder, markt, overheid, mede-overheid, rijk, dat we dan verder kunnen komen dan wanneer je dat allemaal niet doet. Dus, ik nodig u zeer uit om bij het paviljoen van het Rijksvastgoedbedrijf aan te schuiven, want daar gaan we het hebben over hoe doen we dat nu eigenlijk met marktpartijen. We willen die marktconsultatie meer doen, sneller doen. We hebben u hartstikke hard nodig. En geniet ook even van ons paviljoen, want het is het meest circulaire ever. We hebben gebruik gemaakt van de vloer van een gymzaal. We hebben kozijnen uit flats gehaald, dus u zult versteld staan wat u ziet. Ik zou u daarom willen uitnodigen. Ga vooral ook naar het paviljoen van het Rijksvastgoedbedrijf en heb een hele goede, mooie Provada.